Goedemorgen, het is vandaag maandag. Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog, nieuwe ronde, nieuwe kansen. De laatste vlog die jullie hebben gezien was onze wintersportvlog. Daar heb ik even een weekje niet gevlogd. Maar er is wel lekker veel online gekomen, dus dat is heel erg leuk. Ik heb mij klaargemaakt, maar ik ga niet sporten. Ik ga net als 2 weken geleden even bij de buren helpen met schoonmaken, even met het huishouden. Buurvrouw is zwanger, dus ik dacht ik help even met wat ik kan doen. Dus ik ga ontbijten, broodje pindakaas, nieuwe favoriet. En dan ga ik die kant op. Even rustig ontbijten, ik heb echt onwijs lekker geslapen. Ik kon dus niet in slaap komen, toen hebben Jus en ik nog even gewoon gekletst over deze hele week. En daarna ben ik als een blok in slaap gevallen. Echt zo lekker. En wij zijn beide helemaal op de gezonde toer. Meer dat we dus gaan stoppen met snijden. Gewoon in het weekend lekkere dingen. Door de week gezond. Fruit. Smoothies. Gewoon normaal. Dus dat gaan we doen. En we proberen elke dag een rondje te lopen samen. Ik ben weer thuis. En ik ga even de was doen. Tenminste, de was opvouwen. En dan ook nog even een wasje draaien. Het is lekker zonnig. Dus dan moet je gebruik maken van de paneeltjes. Wel grappig dat je daar toch zo over nadenkt, hè? Oh, dit is toch altijd echt een ding, hoor. Sokken. Ik vind de was toen helemaal niet erg, maar sokken? Vreselijk. Om dan alles weer bij elkaar te vinden. Elke wasbeurt hou ik wel een eenzaam sokje over. En als ik dit heb gedaan, ga ik me douchen. En dan ga ik op mijn kantoor zitten. Er moet een vlog geëdit, de wintersportvlog. Die komt morgen online. Moet er nog meer gedaan. Welke sok hoort hierbij? Een fanbranding klus ga ik beginnen met editen. En dat maak ik dan in de loop van deze week af. Dat heeft niet zo heel veel haast. Binnen 2 weken alles aan te leveren. Het is nu een weekje geleden. Dus ik ga vandaag gewoon lekker een begin maken. Ik ga me even bezighouden met de sokken. En dan zie ik jullie straks als ik er weer wat fatsoenlijker uitzie. Ik ben voor fanbranding een aantal stories en posts aan het maken en klaarzetten voor bedrijven waar ik dus wekelijks kom. En ik beheer dus hun accounts, dus ik ga dat elke week alvast ready zetten. Ik heb mijn make-up niet gedaan, dat laat ik ook even lekker zo. Want vanavond heb ik een première, dus ik heb geen zin om nu mijn make-up te doen. Terwijl ik eigenlijk helemaal niets ga doen. Ik denk dat ik zo meteen nog even een rondje ga wandelen, want het is echt prachtig mooi weer. Vanavond ga ik lekker mijn make-up doen en mijn haar, denk ik even met de weeftang. Met die mermaid weeftang, vind ik super leuk. Dus dat ga ik doen en ik doe dit pak vanavond aan. Dan even het wasje ophangen. Ik heb het even lekker buiten in de zon zitten werken. Super chill. Voor het huis is het echt wel heel lekker. Een beetje tegenlicht. Is het zonnetje echt wel super lekker warm. Daar zit ik lekker uit de wind. En dus vol op het zuiden, dus in de zon. Achter schijnt de zon nog niet heel erg. En de tuin achter is nog vrij ongezellig. Nu deze mand even legen. Even alles ophangen. En dan helemaal bij het adem, joh. Vorige week heb ik tulpen gehaald. En ik vind ze zo mooi. Ik heb ze gewoon bij de Vomar gehaald. Ze zijn roze met rood. En dat vind ik een beetje roze met oranje. Vind ik zo mooi. Ze bloeien ook al echt heel mooi. Ze komen nu een beetje uit. En ook vorige week heb ik deze kaarsen gekocht bij de Hema. Vond ik ook echt heel leuk. Zo cute. Er was korting op de kaarsen. Dus ik dacht, nou, dit vind ik leuk voor op het tafeltje voor. En ik heb dit hier neergezet. Dus een pistooltje met bloemen. Echt heel cute. Met droogbloemen. Nou, vind ik ook helemaal een gezellig cute hoekje zo. Maar wat ik in die vensterbank wil, ik weet het niet. Ik heb er nu maar even wat neergezet. Maar het is gewoon allemaal te klein of zo. Misschien dat ik nog wel een grote cactus wil. Dus deze en dan een grote ernaast. Want ik vind met dat goud wel heel leuk. Dus dat je zeg maar een grote cactus, die en dan dat kandelaartje. Ik
heb nu hier, oh wat een zon hè, die nep tafelboeken zeg maar. Ik heb ook hele leuke boeken standaard gezien. Ik dacht misschien vind ik dat wel leuk. En hierdoor allemaal tijdschriften. Maar er moet nog iets groters of zo. Want ik weet niet, ik vind het zo een allegaartje een beetje. Zo, wij zijn aangekomen in Amsterdam. Hadden jullie nog een stoel achter? Blijf niet. En we hebben de auto geparkeerd en gaan nu verder met de tram. Ik heb mijn haar met die wafeltang gedaan. En eigenlijk hoe meer het uitzakt, hoe leuker het wordt. Dus nou, let's go. Op naar de première. En hele goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik heb al lekker gewandeld. Ik had mijn wekker vroeg staan en heb toen een uur gewandeld. Ik wou eigenlijk sporten, maar mijn hoofd was niet helemaal je van het. Toch als ik dan ga sporten in de sportschool, dan heb ik de hele dag niks meer aan mezelf. En dat zou ik heel vervelend vinden. Dus ik heb lekker gewandeld en het was echt super lekker. Ik had lekker een podcast in mijn oren en gewoon lekker. Lekker begin van de dag. Ga ik vaker doen. Dus eerste kilometertjes zijn alweer in de benen. Nu heb ik even een smoothietje gemaakt. Goed begin van de dag. Ik had ook al een broodje pindakaas op. En ja, ga ik zo meteen douchen. En dan gaat de dag weer beginnen. Het is vandaag de enige dag van de week dat het bewolkt is. En een beetje regenachtig. Maar als het goed is wordt het na vandaag weer mooi. Zo lekker. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus ik ga even mijn smoothietje opdrinken. En dan ga ik douchen en me klaarmaken voor de dag. En dan ga ik een vlog editen. Een fanburning klus editen. Een fanburning klus aanleveren. En ik wil nog reels maken. Maar misschien ik dat verplaats naar morgen. Want ja, het zonnetje schijnt niet. En uiteindelijk is het in huis mooier als de zon schijnt. Zeg maar qua licht. Ik dacht, zal ik jullie even een stukje op de piano laten luisteren. Voordat ik mij ga douchen. De waterkoker staat ook aan. Dus als je wat hoort, is het mijn waterkoker. Oké. Okay. Ik ben nog geen pro, hè? Dus verwacht er niet te veel van. Ik heb nog maar 3 lesjes gehad. Dus. Weet je dan niet dat ik naast je sta? Weet je dan niet dat ik alles voor? Ik heb mijn kantoor even leeggehaald. Want hier stonden nog allemaal verfspullen. Nou, die heb ik nu een ander plekje gegeven. Ik heb hier even stof gezogen. En is het helemaal netjes. Ik heb ook van de week, dit stond beneden op tafel, de eetkamertafel. Maar dat heb ik nu hier neergezet. Vind ik ook wel echt heel leuk. Een beetje opvullen. En ik zou hier misschien nog wel iets van een vloerkleed willen of zo. Weet je, dat het iets warmer wordt. Nou, ondertussen heb ik mezelf ook gefatsoeneerd. Nog een beetje de krullen van gisteren. Het is echt wel heel erg uitgezakt. Maar ik had niet echt iets voor mijn stevigheid. Om zeg maar een beetje body te creëren in mijn haar. Ik had alleen maar haarlak. En that's it. En nu ga ik hier achter mijn laptopje aan de slag. Nou, het is 4:30 geweest. Laptop dichtgeslagen. Al mijn zooi mee naar beneden. Nu is het tijd om boodschappen te doen. Daar hadden we gisteren geen tijd voor, dat haar. Nu zit het wel heel gek. En tijd om te eten. En we eten gezonde kapsalon. Kijk, nou wat lekker. Morning. Ik ben minder wit in het echt dan op beeld hoor. Dat komt een beetje door het licht, hoop ik. Ik ga naar de sportschool. Flesje water mee. Hup, hup, hup. AirPods. Dan baal je zo als je die niet mee hebt. Dus let's go. Ik ga met de auto zodat ik niet hoef in te spannen op de fiets. Want dan ben ik bang dat ik juist hoofdpijn krijg. Nou, let's go. Oké, okay, ik ben misschien toch wel echt zo wit. Jeetje mine. Lekker gesport. Heel chill. 3 kwartier geknald. Ik ga liever vaker in de week wat korter dan 1 keer heel lang en dat ik dan heel veel last heb van mijn hoofd. En eigenlijk gaat het nu wel goed. Dus ik ga lekker douchen en me klaarmaken voor de dag. En dan ga ik mezelf weer hier op dit plekje plaatsen. Want er moet een vlog geëdit worden. Ik heb de wintersportvlog geëdit. Een redelijk saai vlogje. Ik heb namelijk die week heel weinig gefilmd omdat ik echt
ontzettend toe was aan vakantie. En daar dus heel erg van heb genoten. Dus het, was, het is een vlog met veel verticale beelden en muziek. Maar ja, ik vind het ook zonde om het niet te plaatsen. Want ik heb er evengoed wel mijn best voor gedaan. Wenkbrauwen in shape. Dat doe ik gewoon met Justin's en gel. En dat werkt echt fantastisch. Wij hebben gisteren weer lekker boodschappen gedaan. Mega volle koelkast weer. Voor met z'n tweetjes. We hebben lekker eten gehaald voor de hele week. We gaan één keer lasagne eten. Één keer vlees, aardappels en groenten. En een vers pakket. En nu ga ik even lekker lunchen. Ik heb al dit op tafel gezet. En ik ga even een eitje klutsen met wat augurkjes. Meen je niet? Krijg die, oh, die pot niet open. Net niet op mijn kleren, anders ruik ik de hele dag naar augurk, denk ik. Maar hij is open. Zo, ik heb mijn haar even in een staart gedaan, want ik word helemaal gek van dat haar. Ik heb even een rondje gelopen, 5 kilometertjes in de benen. En ik ga nu even de ramen lappen. De zon schijnt ontzettend lekker, maar daardoor zie je wel altijd je gore ramen. Nou, de ramen zijn weer prachtig schoon. En ook achter heb ik de ramen gelapt. En Jus heeft die ramen gelapt. Dus het is gewoon weer helemaal netjes. Good morning. Het is vandaag donderdag. Het is nu volgens mij iets van 8:15, 8:30. En ik begin de dag met een rondje wandelen. Ik heb om 9:30 mijn eerste afspraak. Dus nu gaan wandelen, een uurtje ben ik daar op tijd voor terug. Ik wou eigenlijk gaan sporten vandaag, maar dat red ik niet. Eigenlijk simple as that. Dus dat ga ik morgen weer doen. Op zich is dat prima, gisteren gesport, vandaag even een rustdagje. Zo, nou, ik heb me 26 keer omgekleed. Want ik heb een hele leuke reel opgenomen met allemaal pakken. Ik hou van pakken. Dus ik heb allemaal leuke pakken gefilmd. Nu kan de camera weer de tas in. Ik heb ook een hele leuke fanbranding klus gehad vanochtend. En nu ga ik eten en me klaarmaken voor pianoles. En nu tijd voor mijn donderdagritueel. Een tosti. Nou, op naar pianoles. Ik ben dus altijd een beetje zenuwachtig voor pianoles. Omdat ik daar gewoon nog niet zo heel zeker in ben natuurlijk. En ik oefen echt helemaal een slag in de ronde elke dag als ik les heb gehad. En ik vind het ook echt heel leuk. Nou, dat mag inmiddels wel duidelijk zijn, denk ik. Maar ja, ik ben altijd wel een beetje nerveus. Nou, pianoles ging super goed. Ik kon dus een liedje helemaal en nu heeft ze het dus helemaal ja, op de originele manier uitgelegd, zeg maar. Dus de akkoorden zitten nu een soort van in mijn hoofd. En nu moet ik het nog echt goed gaan spelen op de juiste manier. Nou, succes daarmee. Maar in ieder geval vond ik het echt heel erg leuk. En heb ik rode wangen. Ik ben naar de Aldi geweest, want ik moest even iets halen voor Joy, voor mijn nicht. En toen vond ik daar echt een parel. En ook nog eens afgeprijsd. Dus ik ben heel benieuwd of het ook een parel is uit de verpakking. Dus ik ga het zo meteen in elkaar zetten. En dan zal ik het jullie laten zien. Dit is door de Aldi. En toen zag ik dus dit bankje. En het is dus met teddy stof zitting. En hij was maar 21 euro. Dus ik kon hem niet laten staan. Geen idee waar ik hem neer ga zetten. Hij zou hier in de woonkamer kunnen. Of in de kleedkamer of op mijn kantoor. Slaapkamer zou ook nog leuk zijn, dus plek gaan we er wel voor vinden. Over het algemeen heb ik hier nooit heel vaak mazzel mee, dan blijkt het toch niks te zijn. Maar ik ben nu al positief verrast, want ik dacht dus dat dit een soort van staal was. Maar dan in houtkleur, zeg maar. Maar het is dus echt hout. En dat was eigenlijk een beetje mijn enige twijfel. Ik dacht, het ziet er echt super staalachtig uit. Oh, hier word ik altijd echt heel ellendig. Thank you.
Nou, kijk eens even hoe leuk. Oké, hij heeft op een aantal verschillende plekken gestaan. En hij stond eigenlijk overal heel leuk, maar hier het allerleukst. Boven in onze slaapkamer. Kijk hoe leuk. Nog steeds moet er wel iets bij, maar die posters die zijn van de Jisk. Het zijn vooral de lijsten die ik heel leuk vind, maar er moet nog even een andere foto of poster in. En elke 2 jaar geef ik Justin een fotoboek. Dus die liggen hier heel mooi. I love it. En daarnaast heb ik nog andere leuke boekjes, maar ik twijfel of ik die misschien weghaal. Als jullie nog leuke tips hebben voor de rest in de kamer, let me know. Zo, het is inmiddels 6:30 geweest. Het eten aanmaken. Wij eten vanavond lasagne. Dat is echt hoog. Van Jus en mij allebei iets wat we heel graag eten. Maar we eten het bijna nooit. Nou, het was echt een onwijs lekker dagje. Ik heb veel gedaan. Ik heb 2 reels gefilmd. 1 geedit. De andere ga ik misschien vanavond nog even editen en anders morgen. Ja, het was echt een topdag. Als de zon schijnt ben ik zo gemotiveerd. Echt, wat heeft de lente toch een goede impact op de mensheid. Nou, kijk eens. Plakjes kaas gaat ook helemaal dikke prima. Misschien nog wel lekkerder zelfs. Een hele goede morgen. Het is 7:50. Ik ben bijna helemaal ready. Ik eet nog even snel een broodje. En dan ga ik richting de sportschool, want ik heb om 9:30 een meeting thuis achter de computer. En voor die tijd wil ik gesport hebben. Dus ik ga van 8 tot 9:15, 9 uur sporten. En dan ben ik ruim op tijd voor de meeting. Het wordt vandaag stralend mooi weer. Dus ik wil alles uit de dag halen, dus vroeg mijn nest uit. Nou, ik zit in de Teams app te wachten tot iedereen komt. Nog 5 minuutjes. En dan heb ik een meeting. Het meetingje ging heel goed. En nu ga ik douchen, want ik heb even snel een trui aangetrokken. Over mijn sportkleding. Want dat vond ik er wel zo leuk uitzien. En ik had ook even snel een likje make-up op gedaan. Ik ga nu snel douchen. En nu heb ik dus de struggle van de vrouw. Dit is echt de struggle van de vrouw. Want ik twijfel. Ga ik nu douchen en mijn haar wassen? Wij gaan vanavond naar Vrienden van Amstel. Of ga ik vanavond naar Vrienden van Amstel gewoon zo met een staart? Want eigenlijk ook best leuk. Nee, ik ga het wassen. Lekker even in het zonnetje een tostietje eten. Ik ben uiteindelijk helemaal ready. Ik heb het hele huis lekker schoongemaakt. Morgen komen er vriendinnen brunchen hier. En daarvan hebben een aantal het hele huis nog nooit gezien. Dus ja, dan moet het wel even netjes schoon, stofgezogen en lekker ruiken. Nu wacht ik op Liv, op mijn zusje. Die ga ik even naar de kapper brengen. En dan ga ik even op jacht naar tulpen. Even een leuk tulpenkraampje kijken of dat er al is. En ik heb voor dit weer maar even een bloemenjasje aangedaan, want het is zo mooi weer. En geen make-up. Want als ik straks thuis kom, ga ik even lekker in de zon zitten. Ik heb me wel een beetje ingesmeerd. Dus dat leek me wel een heel goed idee. Nou, daar is Liv. Ik was even bij de Action geweest. En daar heb ik, even kijken, deze bak gekocht. Want dit lag allemaal los in deze la. Nou, je kan je voorstellen dat het een mega puinhoop was. Dus nu alles in die bak gedaan. Die er bovenop en is het weer netjes. En ondertussen lekker aan het koken. We eten worteltjes met gebakken aardappeltjes en een vleesje. En wat te doen is gewoon, zoals dit bijvoorbeeld, 2 in de vriezer voor bijvoorbeeld volgende week of zo. We hebben lekker gegeten. En nu ga ik me klaarmaken voor Holland Zingt Hazes. Daar gaan we zo meteen naartoe. Daar ben ik voor uitgenodigd. Superleuk. Vorig jaar zijn we daar ook geweest. Zo leuk. We stonden toen bij de VIP area. En ik wist toen niet zo goed wat ik me daarvan bij voor moest stellen. Dus ik heb er nu heel veel zin in. Ik ga eerst even lekker mijn make-up doen en mijn haar doen. En daarna ga ik me omkleden. Ik moet nog even kijken wat ik precies aan wil. Ik gebruik al 100 miljoen jaar deze. Oh, ik ben een echte vlogger, hè? Van Essence. Nou ja, mijn zusjes lachen me altijd uit dat ik het verkeerd zeg.
Ik gebruik geen foundation. Hier heb ik een littekentje, daar doe ik het altijd een beetje op zo. Ja, dit zit gewoon de hele dag goed. Dus ik zou niet weten waarom ik het van een ander merk of duurder zou kopen. Ik heb vanochtend mijn wenkbrauw geverfd. Dat doe ik één keer in de twee weken. Ze zijn echt helemaal on fleek. Dan pak ik deze poeder. Essence. Het is net een hele reclame. Reclame post-it, maar dat is het niet hoor. Nu heb ik iets nieuws. Ik weet niet of ik het nu ga verpesten als ik dit ga gebruiken. Dat is dus de Liquid Blush. En ik zag dus mijn zusjes van 15 dit doen. Helemaal geïnfluenced door die meiden. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Dat ziet er leuk uit. Zo denk ik. Ik vind het ook wat leuk hier, een beetje alsof je een beetje sun-kissed bent. Oh god, gaat dit nog goed komen? Ik doe het toch al met mijn handen. Zo. Oeh, wellicht een beetje veel. Oh god. Jezus. Kleurtje heb ik wel. Oh kijk, het wordt al beter. Het wordt al beter. Ik heb dit verlepte kwastje. Hallo. Ja, het is ook nogal een klein dingetje. Nou, je weet het wel. Zo'n wenkbrauwkwastje. En die doop ik dan in Justus & Gel. Ja, en ook daarmee. Hoezo zou ik dure wenkbrauwgel kopen als dit gewoon knijtergoed werkt? Nu glimt het nog een beetje. Maar straks als het helemaal droog is, is het helemaal purvy-urvy. Nou, laten we even gek doen. Laten we gewoon even een oogschaduwtje doen. Eigenlijk moet je dit doen voordat je concealer en zo doet natuurlijk. Oh, het ziet er echt wel minder heftig uit dan op beeld. Dit is heel oncharmant. Wacht even, ik kom zo bij jullie terug. Ik denk dat ik alleen even de voorste plukjes leuk krul. Is de rest wel een mooi stijl? Wat een haar. Ik ben helemaal ready. Dit is de outfit. Een pak van Refined. En er zitten allemaal glittersteentjes op. Heel leuk. En daaronder heb ik dit mooie topje van Tess V. En dat is met allemaal veertjes. Dus ik dacht, stel nou dat het echt heel warm is. Zou het ook nog zo kunnen. Dat is op zich ook nog wel chic. En over balans gesproken, hè? Af en toe ook gewoon nog even een lekkere snack tussendoor. Jongens, het was onwijs leuk. Nu nog even een burgertje klappen en dan naar bed. Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag en ik ben klaar om naar de supermarkt te gaan, want mijn vriendinnen komen hier brunchen. Ze zijn hier rond een uurtje of 12. Het is nu 10, dus ik ga naar de winkel. Hallo, ben ik scherp? Ik ga naar de winkel en dan ga ik allemaal lekkere dingen halen. Ik ga een heel lekker broodje maken. Het zal ik jullie zo meteen allemaal even laten zien. Helemaal zin in, helemaal gezellig. Dus ik ga snel naar de winkel. Op zich zijn de voorbereidingen niet zo heel moeilijk, dus dat is heel chill. Ik ga even lekker op het fietsje. Ik hoop dat ik het daar ook op red. Met alles wat ik mee wil nemen. Maar we gaan het zien. Let's go. Nou, de tafel is helemaal gedekt. Allemaal lekkere dingetjes. En hier komen nog croissantjes, donuts en stroopwafels en suikerwafels op. Ik heb ook lekkere broodjes. Komt hier nog een bakje jam bij het lepeltje. En ik heb lekker jus d'orange. Zo, ook de croissantjes staan op tafel. En ik heb hier ook allemaal lekkers.